begint wel gezellig druk te worden hier in de studio. Ja, dat klopt. In de tussentijd, we hadden ook allerlei fysicisten uitgenodigd en kapsters. Die gaan metamorfoses geven onder het winkelend publiek. Dus ja, nou ja, inmiddels zijn ze al... We gaan er straks even naartoe, even een interview afnemen. Nee? Maar voor nu gaan we even naar onze nieuwe gast aan tafel. Ja. Tariwa, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, hartstikke fijn. Vond ik ook leuk om erbij te zijn. Ja. Dus hartstikke leuk. Ja. Ja. Fariba, jij bent van de juwelierszaak van Morsel. Ja. Hè? Zeg ik helemaal goed. Ja. En kerst, de gelegenheid om lekker uit te pakken ook met sieraden, denk ik. Hè? Ja, dan mag je hele juwelierskistje mag open. Ja, je juwelen, alles mag eruit. Ja. Ja, absoluut. Zijn er ook trends? Ja, wij hebben natuurlijk van Mimoneda, merk Mimoneda, wat het leuk is. Het is een Nederlands merk. Ja. Ja. Nederlandse dame die het ontworpen heeft. En wat het leuk van dit is sowieso trend. Je kan het lang dragen, je kan het kort dragen. Wat het leuk ook is, zijn eigenlijk ouderwetse munten in een nieuw jasje. Okay. Dus je kan het elke keer verwisselen. Je kan het bij je outfit helemaal aanpassen. Dus als je blauwe jurk aan hebt en je wil al iets... contrast aanbrengen, dat kan. Okay. Je kan het ook in 3 kleuren krijgen, dus zilver, rosé of goudkleuren. Ik heb het ook bij me om te laten zien. Ik wou net zeggen, het is televisie, dus de mensen thuis willen graag zien wat de nieuwe trends zijn, toch? Ja. Even kijken. Wacht even, ik ga het even laten zien. Uitpakken. Ah, ik heb bijvoorbeeld dat nu... mensen thuis goed kunnen zien. Ik word altijd een beetje hebberig van dat is ook de bedoeling, hè, toch? Ja, het is ook echt bling-bling. Ja. Kijk, met een, zie je het met zo'n pijltje dat je helemaal verliefd bent? Oké. En dan... Ja, het is bijvoorbeeld, dat is ook collier. Jij hebt het in zilver of roze kleurig. Ja. Nou, is dit voor dames, maar... Wat heb ik voor heren? Ik wou zeggen, mogen heren ook uitpakken met kerst? Wij hebben sowieso mooie horlogemerken. Ja. En daarnaast hebben wij ook mooie, wat het huidige tijd is, zilveren armbanden of leren armbanden. Ja. Een mooie sluiting, dat hebben wij. En wij maken natuurlijk ook eigen gemaakte sieraden. Oké, dus als ik iets zie wat ik denk van nou, dat vind ik heel erg leuk, dan kom ik naar jou toe en dan ga jij het voor me maken. Ik niet, mijn man. Ja. Ik adviseer je. Oh, je adviseert. En je zet je man aan het werk daarna. Ik zet het man aan werk, Ik vind het heel tof. Ik zou echt adviseren aan de mensen om, als je goed advies wilt hebben, wat past nou eigenlijk bij je, ook voor sieraden. Ja. Nou, ga een keertje langs bij Fariba bij Van Morsel, want ze weten echt alles van. Ja, je denkt wel misschien dat... ze willen eten. Ja. Je denkt misschien wel wat gek. Dan komt Jeroen met het kerstpakket op tafel. Het is inmiddels al aardig gevuld. Ik ga even een klein beetje kijken of we het een klein beetje thuis kunnen laten zien. Even kijken op die camera daar. Kijk, er zit echt al van alles in. Maar ja, kerst en sieraden. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Heb ik bij me. Kijk, wat lief. Kijk. Ja. Hier zit een cadeaubon. Ja. En daarin heb ik ook natuurlijk heel mooie brochures in gedaan. Ja. Ik zet hem weer even op de grond. Hij is echt zwaar. Ja, hij is zwaar. Nou, gelukkig. Ja, goed teken. Daar zitten ook brochures erin. Kan je inspireren. Ja. En dan kunt u natuurlijk bij ons langskomen om te laten adviseren en voor persoonlijke advies. Dus helemaal leuk. Ja, hartstikke mooi. Super. Nou, een inspiratiegids. En een leuke bon voor sieraden. Ja, ik zou zeggen, die mensen die dat kerstpakket gaan winnen, die moeten toch heel vrolijk worden. Het zijn echt serieuze bofkont. Er is geen bedrijf die zo'n gevuld kerstpakket heeft. Ja, en zo'n gevarieerd kerstpakket. Dat is zeker weten. Ja. Wat ga je zelf met kerst doen als laatste vraag? Kerstvieren. Lekker kerstvieren. Met de familie, zoals het hoort. Ja, okay. Nou, mag ik je heel hartelijk bedanken. Ja, heel veel succes de komende tijd. Het zal lekker druk zijn bij jullie. Met leuke kerstcadeautjes natuurlijk. En veel plezier met kerst en een goed 2016. Nou, dankjewel. Nou, leuke gasten aan tafel. Ja, gezellig. Ja.